Welkom bij You Made Een Blik, de podcast. De podcast waar de verhalen van You Made Een Blik tot leven komen. Elke aflevering nemen we je mee op een leuke ontdekkingsreis en gaan we in gesprek met de mensen die ons magazine maken tot wat het is. Vandaag gaan we in gesprek met een van de vrijwilligers van Rondom, het leukste festival van Medemblik rondom de draverij. Mijn naam is Peter Commandeur, welkom bij You Medemblik, de podcast. En vandaag is Lisanne Vrijsen bij mij te gast. Zij is mede-organisator van de Stadsquiz van Rondom. En ja, daar willen we natuurlijk alles, maar dan ook alles over weten. Lisanne, wat leuk dat je er bent. Ja, bedankt. Ik heb daar al een tijdje naar uitgekeken om met jou te spreken. Oké. Om het zo maar te zeggen. Waarom? Waarom? Jij bent een dochter van een oud klasgenoot van me en oud, moet ik zeggen, muzikant. Ik ben met jouw vader heb ik in een band gezeten. Ja, dat weet ik. En ik heb hem onlangs ook gesproken, want hij is natuurlijk de voorzitter van het Bondtheater. Ja. Wat leuk. Dus wat grappig dat ik je nou... En ik had je nog niet eerder gesproken. Nee, we hebben elkaar nooit eerder gesproken. Hoe oud ben je? Want je bent natuurlijk ongetwijfeld gewoon Medemblikse. Je bent hier geboren, denk ik. Ja, geboren en getogen in Medemblik. En ik ben nu 33. Je bent 33 al? Zo. Ik ben 33 al, ja. Ja. Oh. En ondertussen 3 jaar getrouwd met Frank. Ik ga ook door het leven als Beetsvrijzen ondertussen. Juist, correctie. En ik heb een zoontje van 1,5. Zo, de mieters? Ja. Oh, ja, zover ben ik nog niet, wist ik. Mijn kinderen zijn ook nog wel relatief jong. Maar die hebben nog niet, ze zijn nog niet zo ver. Maar dat maakt niet uit. Wat leuk. En wat doe je in het dagelijkse leven, Lisanne? Vertel eens. Ik ben reisspecialist bij een verre reisorganisatie van Verre Reizen. Mm-hmm. En wij doen maatwerkreizen, individuele maatwerkreizen naar bestemmingen buiten Europa. En mijn specialisme is Indonesië en Down Under, dus okay. Australië en Nieuw-Zeeland. Hey, en hoe lang doe je dat dan? Ik zit daar ondertussen 6 jaar. En in het najaar ga ik ook beginnen als teamcoach van een deel van de specialisten. Okay. Dus ik zit helemaal op mijn plek. Zo? Ja. En wat vind je het leukste daaraan? Creatief zijn, je eigenlijk mijn passie kwijt kunnen in mijn werk. Want ik hou van reizen, ik ben gek op reizen. Ja. Om maar in het thema van Rondom van dit jaar te blijven, hè, vakantie. Jij hebt het thema verzonnen. Je zou het wel zeggen, maar nee, ik heb het thema niet verzonnen. Maar het past wel bij mij. Ja. Ik dacht ook eerlijk gezegd dat het Hans die vakantie was die dat thema heeft verzonnen. Want Hans gaat heel vaak op vakantie. Hans, onze voorzitter, Hans van Woerkom. Maar goed, zijn bijnaam is Hansje Vakantie, maar ik weet niet of je dat weet hoor. Nou, ik weet wel dat ze veel mooie reizen maken. Ja, en ze hebben groot gelijk, want ze werken er ook hard genoeg voor. Zeker, ja. Hey, en nu hebben we het over Rondom. Ja. Waarom, sinds dat is nog niet zo heel erg lang, hè, die Stadsquiz. Bestaat wel een tijdje? In 2019 was de eerste editie van de Stadsquiz, toen in Hotel West. Ja. En dat was echt afwachten wat het zou brengen. Ja. En we hadden eigenlijk zo'n ontzettende leuke avond. De inschrijvingen, nou, dat liep een beetje over een periode van 6 weken, denk ik. Dat we eind augustus nog zeiden, hè, laatste kans om in te schrijven, bijna alle tafels vergeven. Maar het was een hele leuke avond. En mensen hebben dat onthouden. Ook gedurende 2 jaar dat de Stadsquiz niet plaatsvond. Ja, hè? Of heel rondom niet plaatsvond. Ja. Want ja, uiteindelijk in 2022 was het volgens mij... Gingen de inschrijvingen al een stuk sneller. Ja, in 2023 een minuut zaten we vol. In een minuut? In een minuut, ja. Dus het is nu echt wel een... Een hype? Een hype. Er is veel animo. Heb jij ervoor gezorgd? Samen met nog een aantal mensen volgens mij. Want je organiseert dat niet alleen. Denk ik. Zeker niet. Nee. Samen met Ramses Ravenschot en Marja Heert. Wij zijn nu een commissie van 3. We waren met z'n 5 toen we begonnen. Ja. En het gaat eigenlijk heel goed. Ja, dat we begonnen hadden we natuurlijk ook niks om. Hè? We hadden nog niks. Alles moest nog opgestart worden, bedacht worden. En daar hebben we met z'n 5 toen... gelukkig allemaal handjes aan gehad. Ja. En nu staat het frame, om het zomaar te zeggen. En is het een kwestie van invullen. Ja, maar desondanks. Hoeveel vragen stellen jullie?
Wij hebben 8 rondes en iedere ronde 10 vragen. Zeker. En vaak nog een individuele ronde voorafgaand. 80 vragen? Ja. Ja. Kan je nog... Ja, dat kan natuurlijk van alles zijn. Ja, ja, we proberen echt wel het toegankelijk te maken voor alle leeftijden. Dus niet te focussen op alleen maar geschiedenis of alleen maar medeblikse feitjes, maar ook alledaagse dingen terug te laten komen. Ja. Zo hebben we een hele populaire kleurenronde. Hè, zwart-wit foto's van dingen waar je dagelijks langs rijdt. Maar welke kleur is dat nou eigenlijk? We hebben vragen over de horeca in Medemblik. We hebben vragen over evenementen, Medemblik, sportverenigingen, Medemblik. Ja, van alles. We hebben al heel wat rondes gehad ondertussen. Ik denk dat ik wel een goede kandidaat zou zijn, eerlijk gezegd. Maar ja, het is al vergeten. Maar het zit vol, ja, ja, helaas. Ik denk wie weet volgend jaar. Ik denk wel dat ik veel weet over Medemblik. Ja, dat mag ik toch wel hopen eigenlijk. Maar ja, goed, je weet natuurlijk nooit alles, maar ik weet wel veel. Het zal je verbazen hoeveel je niet weet op het moment dat je met je neus er bovenop zit. Wat je denkt van, hè, ik weet waar dat is. Hoe heet dat ook alweer? Ik weet de vraag niet, dus... Ik ga ook niks verklappen, in ieder geval niet van dit jaar. Nee, dat snap ik. Maar laat je wel eens vragen terugkomen? Wij laten tot nu toe nog geen vragen terugkomen. Dat hoeft ook niet. We hebben nog steeds inspiratie voor nieuwe vragen en nieuwe rondes. Maar er komt natuurlijk een moment... Dat toch wel lastiger gaat worden dan... De verloop van 5 jaar denk je... Nou, vraag kunnen we wel weer stellen. Ja, ja, zijn ze vast weer vergeten. Ik zal niet... Ik kan niet beloven dat niet gaat gebeuren. Ga er niet op in. Maar dat is ook niet zo belangrijk. Nee hoor, ik vind het ontzettend leuk dat je dat doet. En hoe is het eigenlijk helemaal tot stand gekomen? Want die stadsquiz is natuurlijk in 2019 begonnen, zoals je zei. Ja. En ik heb wel eens begrepen dat... Wie zaten er toen in? Wie zei dat er nou 5... Inke Pronk en Ton Kroese. Juist. Ja, en Ton is eigenlijk degene die het heeft bedacht. Ja. Die ermee is gekomen. En ik weet niet meer precies hoe hij bij mij kwam. Maar er was een avond dat hij belde en het idee opperde. En vroeg of ik het wilde presenteren samen met Ramses. Oké. En zo ben ik er eigenlijk bij gekomen. Ja. En hoe kon hij dat weten dat jij dat eventueel zou willen? Dat weet ik niet zeker meer. Ik geloof dat hij een familielid van hem had gesproken die zei van... Nou, wie weet is het wat voor Lisanne. Ja. Of er een specifieke reden voor was dat mijn naam werd genoemd, weet ik niet. Ja. Wellicht omdat ik jarenlang bij Optisport groepslessen heb gegeven. Dat ze dachten, nou, die kan wel voor je een groep staan. Ja. Ja. En ik ben wel altijd betrokken met rondom. Hè. Even goed de puzzelrit altijd meedoen. En nu ook al 2 jaar een post met onze vriendengroep. Ja. Waar zit die post? Wij zitten in de Schepenwijk. Afgelopen jaar zaten we op de Regenboog. Okay. En dit jaar zitten we op de Draak. Okay. Ja. Ja, weet je, we hebben natuurlijk met alle mensen die hier eventjes waar ik een gesprek mee heb, is natuurlijk de centrale verhaal is natuurlijk rondom. En het feit dat je vrijwilliger bent voor rondom. Want waarom vind je dat zo belangrijk? Ja, ik ben opgegroeid met rondom. Mijn eerste herinneringen was ik nog heel klein. Liepen we mee met de dikke bandenrace samen met de peuterspeelzaal waar mijn moeder leidster was. Wie is jouw moeder? Marion. Vrijzen Kraakman. Ja, Vrijzen heet ze. Ja. Die heeft jarenlang is de leidster geweest bij de peuterspeelzaal. In maart wat zal het zijn? Bijna 25 jaar gestopt, geloof ik. Ja. En daarmee liep een dikke bandenrace. En gingen we naar de mini-playback show en de poppenkast dat we klein waren. En daar zijn natuurlijk vage herinneringen van. Maar pas echt dat ik in mijn jeugdperiode kwam... gingen we naar de tent, hè? Gingen we al naar de muziekfestival luisteren en natuurlijk op tijd naar huis. Maar ja. Het werd op een gegeven moment echt een bijeenkomst van vrienden en die je misschien niet het hele jaar doorzag, maar dan 1 keer in het jaar wel met z'n allen weer ziet. En de gezelligheid met de stad, met z'n allen bij elkaar. Iedereen is blij, in een goed humeur, hè, over het algemeen. Het is gewoon een heel mooi evenement. En ik denk dat heel veel mensen dat kunnen beamen. Ja. En ik vind het ontzettend leuk om mee te doen aan...
Ja, de evenementen. Ja, dat snap ik. Nee, dat snap ik. Ja, het is denk ik belangrijk dat, dat er vrijwilligers zijn. Want je hebt natuurlijk ook mensen die een beetje achter de schermen dingen doen. Ja. Die ervoor zorgen dat de tent aangekleed wordt. Ook met sponsoring, dat het een evenement is wat vrij toegankelijk is. Dat iedereen daar gewoon gratis naar binnen kan. Zonder dat je hoeft te betalen. En daarom is het ook wel echt bestemd voor de medemblikken bevolking. Maar ja, ze komen van middels natuurlijk van heinde en ver. Ook als het een soort van reunie is. Mm-hmm. Of zoals mensen dat wel beschouwen. Dat geef je zelf ook een beetje aan. Van, ja, je ziet iedereen weer natuurlijk. En de omliggende dorpen weten het natuurlijk ook te waarderen. Zeker als het muziekfestival is. Ja. Maar goed, het is hartstikke leuk en hartstikke gezellig. Dus het gaat eigenlijk altijd goed. En het bestaat ook al best lang, hè? Want ja, het is ouder dan jou. Is het ouder dan mij? Ik weet het niet. Het is bijna 40 jaar. Volgens mij is het volgend jaar. Ja, dat is het, hè? 40 jaar ja. Bestaan. Ja. Ja. Ik weet dat het volgens mij is het in 85 voor het eerst begonnen. Wat een tijd, hè? Zoiets. Ja. En toen was jij er nog niet. Nee, toen was ik er nog niet. Nee. Hoe kom je aan nieuwe vragen? Doe jij dat zelf? Hoe doe je dat? Ja, wij komen eigenlijk meestal aan het begin van het nieuwe jaar even bij elkaar. Dan gaan we brainstormen. Dan gaan we kijken welke rondes kunnen we toevoegen. Wat hebben we nog niet gehad? Wat is leuk om te herhalen? En dat is soms eventjes diep graven en inspiratie opdoen. Maar we komen eigenlijk altijd wel weer tot een aantal leuke thema's. En dan moeten we soms zelf selectie maken. En dan gaan we kijken wie wil wat uit gaan zoeken. Zijn er rondes die we gezamenlijk kunnen aanvullen? En dan gaat ieder zijn ding doen. Dus dan is het heel veel zoeken, heel veel bedenken, rondlopen, inspiratie opdoen. En hou je nou ook rekening met het thema van dit jaar? Wij houden altijd rekening met het thema, ja. Dat betekent niet dat de hele quiz in het thema zal zijn, maar... We lijkt hebben me ook altijd lastig. Wel een terugkomende ronde met het thema, ja. Ja, want het thema dit jaar is vakantie, ja. Zoals we al hier hadden besproken. Ja. En hoe zit dat met jouw vakantie? Want jij bent natuurlijk een expert op dat gebied. Ja, vakantie staat voor mij wel vaak gelijk aan rondreizen. Ik ben echt een rondreizer. Ik heb ook heel veel mooie reizen al gemaakt met Frank. Ja. Nu de kleine er is, is dat iets minder... Maar ik ben voor het voorjaar nog naar Indonesië geweest voor mijn werk. Dus niet helemaal vakantie natuurlijk, maar het toch wel weer even mooi om daar te zijn en te zien en te doen. Maar ook hard werken hoor. Dus dit jaar was vakantie... Zeg ze met een grote brede glimlach, ja, met kijk, glinsterende ogen. Ja, kijk, overdag ben je natuurlijk ook gewoon hotels aan het bezichtigen en excursies aan het testen. Maar ja, het is mooi werk natuurlijk, het mooie van het werk. Maar eigen vakantie was dit jaar binnen Europa. We zijn naar Mallorca geweest. Hey, en want hoe lang ben je dan weg als je naar zo'n... op reis gaat voor werk. Studiereis doet. Ja, inspectiereis. Dat varieert. Afgelopen keer was het 12 dagen. Ik ben ook een keer 2,5 week weg geweest. En hoe groot is het team waar je voor werkt? Wat bedrijf? Hoeveel mensen werken daar? Ondertussen zitten we op ongeveer 40 à 45 mensen. Ja. Het groeit. Sinds corona is het weer enorm gegroeid. Ja. Gelukkig is er heel veel vraag naar verre reizen. Hè? Veel mensen hebben moeten wachten of moeten sparen voor iets tot het weer kon. En nu kan er heel veel weer natuurlijk. Eigenlijk bijna alles weer. Dus Het zal wel een spannende tijd zijn geweest dat je met coronatijd. Dat was een hele spannende tijd, inderdaad. We hebben flink wat collega's verloren in die periode. We hebben ook heel veel risico's gehad. Hè. Nou, ik persoonlijk natuurlijk niet, maar het bedrijf heeft heel veel risico's moeten nemen. Maar we zijn erdoor en eigenlijk sterker dan van tevoren. Dus Ja, je moet proberen om het... je moet op verschillende manieren naar zo'n situatie kijken. Hè? Dat wakkert wel je creativiteit aan. Ja, zeker. En vakantie ging je dit jaar zelf... Ja, maar je bent ook een jonge moeder. Mm-hmm. Ja, en... Je kleintje gaat mee natuurlijk op vakantie. Ja, je kan makkelijk verreizen met een kleintje. Maar hè, de een vindt dat, doet dat makkelijk en de ander die denkt... Nou, en ik ben nu van de, het hoeft van mij nog niet. Nee. Laat het maar eerst iets ouder zijn. Laat het iets makkelijker zijn in de omgang. En dan weer lekker ver op reis. Ja.
Ja. Ja, daar heb je gelijk in. Nou ja, mijn ouders gingen ook wel eens op vakantie in hun eentje, hoor. En dan lieten ze het hele gezin achter. En later waren huilend te wachten tot ze eindelijk weer terugkwamen van vakantie. Nee hoor, zo erg is het niet. Wij gingen met een Volkswagen busje naar Spanje met het hele gezin. 6 kinderen. Met een rubberboot op zijn kop, op het dak. Ik heb laatst zo'n busje bekeken. Ik denk, mijn god, hoe dat we erin hebben gepast. Ja, ik was trouwens 7, geloof ik. 7 of 8, 7, denk ik. Dat we de eerste keer gingen. Nou, dat was wel een hele onderneming, hoor. Geen airco? Raampjes open? Airco? De raampjes open. Nee, ik zat zwetend bij mijn moeder op schoot. En die zaten voorin. En de rest zat achterin. Maar de tweede reis ging het wat makkelijker. Toen was mijn broer, die had toen zijn rijbewijs gehaald. En die reed toen met 2 auto's. Oh ja. Maar goed, wel een mooie vakantie. We gingen dan 3 weken. We deden 3 dagen over de heenreis en 3 dagen over de terugreis. Dus we kwamen in eerste instantie in Noord-Frankrijk. En dan de tweede dag kwamen we in Zuid-Frankrijk. En dan de derde dag gingen we dan door naar Spanje. In etappes, ja. Dus, bijzondere vakantie inderdaad. Maar goed, weet jij waarom het thema vakantie is trouwens? Weet jij dat? Ik weet wel hoe ze tot de thema's komen. De puzzelrit posten, maar eigenlijk alle commissies volgens mij, die mogen ideeën insturen. Ja. En daar wordt dan door PUCOM een selectie van gemaakt. En dan mogen de puzzelrit posten, mogen stemmen op de vergadering, de eerste vergadering van het jaar. Met een muntjesysteem in kokertjes gooien. En daar komt dan een eerste keuze uit. Jeetje. Ja. Gaat het zo? Ja, het geheim. Heel democratisch. Ja. Nou, mooi dat het in ieder geval nog enige inspraak is dan van deze of geen. Ja, ik denk dat de puzzelrit uiteindelijk het meeste moet werken met het thema. Ja, natuurlijk, de straatversiering heeft er wel mee te maken. Maar de puzzelrit, dat is natuurlijk de avond dat je echt terugziet wat het thema inhoudt. Ja. Ja. Ja, ik vind het soms wel heel bijzonder hoe ze dat tot stand brengen. Maar dat wist ik eigenlijk niet. Dus nou, goed om te weten. Dus kunnen wij daar als gewone mensen nog invloed op uitoefenen? Nou, op dit moment volgens mij niet. Maar voel je vrij om ideeën te opperen bij mensen die dat wel hebben. Invloed. Ik ga erover misschien nadenken. Misschien een idee. Ja, ik ga erover nadenken. Een polletje maken. Ah ja, weet ik veel. Er moet toch elke keer wat nieuws verzonnen worden. Ik ben blij dat iemand anders het verzint. Ja, maar ik geloof dat de ideeën die dan niet gekozen werden afgelopen jaar, worden gewoon weer meegenomen. Naar volgend jaar. Nou, wie weet, ja. Ja, ik weet niet. Zijn er nog genoeg mogelijkheden? Ik weet niet wat er allemaal in de koker zat natuurlijk. Ja. Jij weet het. Jij ik weet het, dat, maar wie weet wordt dat volgend jaar nog gebruikt. Dus, Je doet een beetje cryptisch, jij. Dat is een beetje wat bij jou hoort natuurlijk als stadsquiz master. Ja, ja. Presentatrice. Nou, ik kom er niet uit. Presentator. Zo. Ja, tegenwoordig mag dat, hè? Of moet dat zelfs? Ja, is iedereen gewoon presentator. Iedereen is. Je bent tegenwoordig geen schoorsteenveegster, maar gewoon schoorsteenveger. Ja. Heel gek. Maar goed, het zal wel. Ja. Hey, right. Oké, nou, we hebben natuurlijk dit heel goed voorbereid. Vooral ik. Ja. En ik heb allerlei vragen hier staan. Er staat eigenlijk 1 vraag, vakantie. Maar de stadsquiz, de vragen. Bedenken jullie allemaal evenveel vragen? Of is er altijd eentje die de meeste vragen bedenkt? Er komen ook voorbeelden zeker, hè? Foto's of dingen, dat soort dingen. Ja. Dat is toch wel heel werk. Hoeveel uur gaat erin zitten? Hoeveel uur? Ja, kan je dat zeggen? Nou, dat durf ik eigenlijk niet te zeggen. Nee, we zitten heel wat avonden wel bij elkaar. En iedereen heeft individueel natuurlijk tijdbesteding aan het maken van de vragen. En ja, hoeveel dat is per persoon, geen idee. Maar er zitten heel wat uren in, hoor, even goed. Ja, dat kan je me voorstellen. Ja, je denkt van, oh, dat gebeurt eventjes. Maar hè, zoals inderdaad al die foto's maken die gebruikt worden. Natuurlijk het brainstormen, het überhaupt bedenken, het googlen van feiten die ook terug moeten komen. Soms gaan we archieven in. Hè, er worden afspraken gemaakt met mensen die bestanden hebben die we graag willen gebruiken. Dus nee, ik durf het niet te zeggen, maar gaat heel wat werk in om, zeg maar.
En wat vind je het leukste aan de avond op het moment dat het is? De gezelligheid. Het enthousiasme van de mensen. En ik vind presenteren natuurlijk ook heel leuk. Samen met Ramses is het hartstikke gezellig. De voorbereiding is ook even goed wel leuk. We worden naarmate dichterbij komt al enthousiaster. Maar de gezelligheid, de reacties van de mensen, daar haal je de meeste energie uit. En dan denk je ook van, oh, wat was het weer een leuke avond. Oh, nu alweer zin in volgend jaar. En daarom ga je ook door. Ja. Hè? Dus ja, dat... Ik heb ook enige ervaring natuurlijk, omdat ik zelf in de band heb gezeten. En daardoor, ja, dan moet je ook wel eens wat aan elkaar praten als het ware. Maar vooral de laatste jaren met... Ik doe dan de prijsuitreiking van de Bokkentour. Ja. En dan moet je toch eigenlijk alles een beetje aan elkaar praten. En dan... Ik moet eerlijk zeggen dat ik... Ja, ik helemaal mijn ding niet. Maar het gaat wel altijd heel erg leuk. En het is ook altijd heel erg gezellig. En er wordt op de een of andere manier ook altijd keihard gelachen. Mensen vinden dat echt geweldig. En dan denk ik, oké, toch wel heel dankbaar dat ze dat... En dat zal allemaal komen natuurlijk. Ze krijgen een prijsje. Het zijn vaak kleine prijsjes natuurlijk. Mm-hmm. Maar ja, die ervaring heb ik ook wel. Dat vind ik ook wel leuk. Het is leuk om te doen. Ja. Kijk, het is niet per se een keuze, maar ja, iemand moet het doen. Dus ja, dan doe ik het maar. Maar goed, je doet het samen met Ramses. Dat presenteren ook? Ja, we doen het samen. Ik doe het samen met Ramses. Marja, die heeft dan die Marja overziet de rest van de avond, hè? Want ja, we hebben natuurlijk mensen die de blaadjes op moeten halen. We hebben horeca en iedereen moet voorzien worden. We hebben juryleden achter de schermen die alle blaadjes nakijken. Waar is het dit jaar? Dit jaar is het in het Oorlogsmuseum. We hebben het eerste jaar in Hotel West gedaan, wat er nu natuurlijk niet meer is. Dat is er niet meer. We hebben 2 jaar in Sint-Pieter gedaan en dat was fantastisch, super geregeld. Daar waren we heel blij mee. Ja. Hoefden we eigenlijk ook niet per se weg. Nee. En de reden dat we dit jaar naar het Oorlogsmuseum zijn gegaan is vanwege de animo en de groei en de vraag van mensen om erbij te kunnen zijn. Zoals ik net aangaf, we zaten binnen 1 minuut vol vorig jaar. Ja. We kregen daardoor ook best wel wat opmerkingen van mensen die stipt om 9 uur klaar zaten, maar gewoon niet tijdig door het formulier heen kwamen. En dan zeiden, ja, hoe kan dat nou? Ja, gewoon te veel mensen tegelijk achter de computer. En dat bracht teleurstellingen ook bij teams die wel al de jaren ervoor mee hadden gedaan en gewoon weer klaar zaten om dit weer met elkaar te doen. Ja. En daar gaan we op antwoorden, hebben we op geantwoord. We hebben dit jaar zeker dubbel zoveel teams. En nog een reservelijst. Die er toch niet meer bij paste. Maar we zullen gaan zien wat het gaat doen. We hebben een ruimere ruimte nu. Meer plek. En hopelijk dan ook net zoveel gezelligheid. Daar gaan we voor. En ja, het is natuurlijk... Zou een online versie ook een optie zijn? We hebben eigenlijk alles met elkaar besproken, alle mogelijkheden die er waren. Aparte zalen bij het Sint-Pieter, tenten eraan vastzetten. Inderdaad online versies. Maar uiteindelijk, een online versie of het livestreamen is altijd een optie. Maar dat zijn dan natuurlijk geen teams die mee kunnen doen. Want... Hè? Maar het is wel leuk. Het is zeker leuk. Het is zeker... Als je kan zien welke vragen dat je live mee kan vanuit huis mee kan doen. Ja, dat en dan buiten mededinging. Maar even goed leuk om te kijken of je daar misschien nog iets... Daar hebben we ook zeker vaker over gehad. En wie weet is dat iets voor de toekomst. Dit jaar nog niet. Ik zie een uitdaging. Nou. Ja, niet dat ik het ga doen. Maar er zijn... Erop terug. Ja, er zijn ongetwijfeld mensen die dit zo leuk vinden dat eigenlijk heel medemelijk zou kunnen meedoen aan de stadsquiz. Ja. Op dat moment. Het is voor iedereen. Dat is het natuurlijk ook. Je ziet families met elkaar meedoen. Verschillende leeftijden bij elkaar, want dat zorgt voor de meeste goede antwoorden. Hè? Voor iedere leeftijd iets. Het is iets wat voor iedereen, voor alle leeftijden. Ja. Van jong naar oud zit aan tafels. En ondanks dat het een woensdagavond zit, is het echt alsof het weekend start. De moeilijkheidsgraad, hoe pak je dat aan? Ja, dat varieert dus ook heel erg. We hebben ook bewust kiezen we wel eens voor vragen die juist misschien wel een beetje makkelijk zijn. Dat we denken, nou, dat weet iedereen. Maar het moet wel leuk blijven. Als je alleen maar een quiz met vragen hebt die mensen net moeten weten of net ergens moeten hebben gelezen 100 jaar geleden, dan
ja, dan is dat niet leuk meer. Op een gegeven moment dan denk je, ja, dit weet ik toch niet. En het is juist leuk om daar variatie in te houden. Dus we hebben hele voor de hand liggende vragen. We hebben vragen die je kan weten uit ervaring in medemblik. Hè? Dingen die je gewoon hebt gezien. Of die je hebt gedaan dat je denkt, oh ja, en iedereen kan dat gedaan hebben. En we hebben vragen, ja, feitjes, weetjes en soms meer keuze om het iets gemakkelijker te maken. Ja. Heb je ook schattingsvragen? We hebben ook schattingsvragen, ja. dit jaar. Oh, dit jaar? Ja. Voor het eerst? We hebben ook wel Nee. Ik denk misschien wel voor het eerst, ja. Ja. Oké. Hey, en maar deze vragen die blijven gewoon voor jullie. En hoe wordt dat? Nee, wordt ook niet ergens gepubliceerd, denk ik, of wel? De vragen worden niet gepubliceerd. We hebben wel in het verleden vragen terug laten komen van het eerste jaar op onze social media. Testvragen, ja. Hè? Ja. Weet je dit nog? Om in te komen. Dat hebben we niet meer gedaan omdat we misschien ooit wel vragen gaan hergebruiken. Kijken of we het nog weten. Ja. Maar dat weten we niet zeker. Dus ja, nee, deze vragen staan allemaal opgeslagen bij Ramses. Ja. En worden niet gedeeld achteraf, nee. Oké, maar... Ja, ik denk dat de vragen van 2019 niet meer in de kopie zitten, hoor. Nee, dat denk ik ook niet. Nee. En misschien bij sommigen wel, die denken, hey, dat weet ik nog, want dat heeft indruk gemaakt. Ja, dat zou kunnen. Wat een leuk weetje. Dan ga ik onthouden, hoor. Zou kunnen. Ja, goed, dan is dat een voordeel van degene die dan mee heeft gedaan. Ja. Dat wil je liever niet natuurlijk. Maar goed, ja. Nou ja, dan gaan jullie lekker uitvogelen. Ja, ja. En dat komt zeker goed. Dat weet ik zeker, ja. Lisanne, hebben wij nog dingen doorgenomen die we niet besproken? Hebben wij nog dingen besproken die we niet doorgenomen hebben? Hebben we nog dingen niet besproken? Ik denk dat we uiteindelijk heel veel zouden kunnen bespreken. Maar als we kijken naar rondom... Ja, zijn er nog dingetjes waarvan je zegt van, oh, chips. Het is natuurlijk, wanneer is een stadsquiz? De stadsquiz is op 11 september om 8 uur in het Oorlogsmuseum. We hebben helaas geen ruimte voor toeschouwers. Dus echt alleen de teams zijn die avond welkom. Met onze vrijwilligers natuurlijk die avond. En, ik denk dat als je het gewoon livestreamt... Je blijft hierop terugkomen, ja. Die livestream. Ja, ik denk dat als je het livestreamt, dat kan iedereen ook gewoon meedoen. Dus ik denk dat dat lukt. Uiteindelijk. Maar ik denk dit jaar nog niet. Nee, zeker niet. Dat is, niet. Er moet wat wensen blijven. Ik zit gewoon te denken van, mensen zouden dat... Ik denk dat heel veel mensen het ongelooflijk leuk vinden om dat te bekijken. Dat denk ik wel. Dat weten we wel zeker. Ja. En, dus dan kan je ook zeggen, nou... Omdat je voelt en het idee hebt dat daar een behoefte voor is. Ook voor, ik zit wel eens vaker te denken, want livestreamen van iets wat op het toneel gebeurt in de tent. Ja. Denk bijvoorbeeld eens even aan de mensen die eigenlijk niet meer zo goed te been zijn of in het bejaardenhuis zitten of whatever. Ja. Of mensen die gewoon elders wonen, die niet kunnen. Dat zou toch wel iets... Het zou heel leuk zijn als die wel kunnen kijken, ja. 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 En volgens mij is dat met alle technieken die we tegenwoordig hebben sinds corona wel best wel een reële optie. Ja, dat klopt. Nee, ik ga het we gaan doen. Het serieus overwegen. Ik ga het niet doen, maar ik denk dat weet je wat we doen? We doen gewoon zeggen van jongens, als er mensen zijn die denken dat ze deze techniek op een leuke manier aan de stadsquiz kunnen toevoegen... Ja. Dan is dat een uitdaging. Neem dan contact op met Stadsquiz, apenstaartje rondom medemblik.nl. Kijk, dat bedoel ik. Nou, ik denk dat we er zijn. Of niet? Nee, we hebben niks meer vergeten, hè, toch? Nee hoor, het is goed. We hebben het allemaal gehad en het is... Ik ga jou bedanken. We gaan de eindtune starten. Ja. En dat is hetzelfde als de begintune. Dus dat is mooi makkelijk. En dan ga ik zeggen Lisanne Beets Vrijzen. Yes. Dankjewel voor jouw aanwezigheid hier ook. Graag gedaan. Bedankt voor het leuke gesprek. Ja. En ik zou zeggen de luisteraars heel erg bedankt voor het luisteren. En graag tot de volgende keer. Bij de volgende podcast.